Hallo en welkom bij deze snelle workshop waarin ik jullie ga uitleggen hoe je met de breimolen meerdere projecten in één tube kan breien en ze heel makkelijk van elkaar kan splitsen in een seconde. Deze methode is alleen geschikt voor projecten waarbij je niet de opzetdraad of de afhechtdraad hoeft aan te trekken. Dus laten we snel beginnen. Naast je projectgaren gebruik je twee kleuren restgaren en ik ga je laten zien hoe je deze gebruikt. Je begint met het opzetten van je werk met één kleur restgaren en je breidt daar vervolgens minimaal 5 rondjes mee. Je zet gewoon zigzag op en je draait vervolgens minstens 5 rondjes. Als je dat hebt gedaan, knip je de draad af lang genoeg dat hij de tafel raakt en legt hem tussen de laatste en de eerste naald naar binnen en pakt vervolgens je tweede kleur restgaren en legt die ook op diezelfde plek tussen de laatste en de eerste naald naar binnen. Tijdens dit project doen we dat altijd op dezelfde plek tussen de laatste en de eerste naald. En dan ga je één rondje breien, zorg dat het draadje de tafel raakt. Dan ga je één rondje breien met die tweede kleur restgaren, dus iedere naald pakt één keer deze draad. En dan knip je deze draad ook weer af lang genoeg dat hij de tafel raakt en legt hem naar binnen op dezelfde plek tussen de laatste en de eerste naald van je breimolen. Altijd op dezelfde plek. En dan pak je je werkgaren. En daarvan leg je een hele lange draad naar binnen, want die heb je straks nodig om het af te werken. Dus je werkgaren lange draad en dan ga je vervolgens je project breien volgens het patroon wat je gaat maken. En je breidt gewoon dat hele patroon. Maar je hecht het nog niet af. Als je je patroontje hebt gebreid, dan knip je de werkdraad heel lang af. Want die heb je ook weer nodig om je patroon af te werken. En je legt dat naar binnen. Natuurlijk ook weer op dezelfde plek tussen de laatste en de eerste naald. En dan schakelen we weer over naar restgaren. En dat is dan weer dat restgaren in wat ik de tweede kleur noem. Die leg ik ook weer naar binnen lang genoeg dat het staartje de tafel raakt. Op dezelfde plek tussen de laatste en de eerste naald. En daarmee brei ik weer één rondje. Dit gaat heel ingewikkeld klinken, maar dat is het allemaal niet als je zo meteen in de loop van dit filmpje ziet hoe het eruit gaat zien. Ik leg ook deze draad weer tussen de laatste en de eerste naald naar binnen en schakel over naar mijn eerste kleur restgaren. En daar ga ik weer minimaal 5 rondjes mee breien. Als je nog niet gewend bent aan deze methode, dan kan je best wat meer rondjes breien. Om te voorkomen dat straks je werk uit elkaar valt. De draad zit natuurlijk weer eventjes in de war. Ik draai dus een aantal rondjes restgaren. En dan is feitelijk mijn eerste project gebreid. Maar ik laat mijn project op de molen zitten en ik ga weer wisselen naar mijn eerste kleur restgaren. Mijn tweede kleur restgaren naar die andere kleur restgaren. En met deze kleur brei ik altijd maar één rondje. Ik leg hem ook weer naar binnen op dezelfde plek. Je ziet dat alle draadjes in één lijn komen te hangen. Dat is ook goed. Eén rondje met deze kleur garen. En ik knip mijn draadje weer af lang genoeg dat hij de tafel raakt. Je kan deze draden eindeloos opnieuw gebruiken. En die leg ik ook weer naar binnen tussen de laatste en de eerste naald. En nu ben ik klaar om met het tweede project te gaan beginnen. In één tube. Ik begin weer met restgaren, lang genoeg dat het draadje de tafel raakt. En dit is het begin van de tweede tube. Op dezelfde plek tussen de laatste en de eerste naald hangen we die draad weer naar binnen. Hè? Altijd op dezelfde plek. En dan ga ik weer minimaal 5 rondjes met restgaren breien. En als ik dat heb gedaan, dan schakel ik weer over naar
de andere kleurrestgaren waar ik weer één rondje mee ga breien. Dat ene rondje steeds tussen ons project en ons restgaren of tussen de projecten in maakt dat wij straks in 1 seconde alle verschillende onderdelen kunnen splitsen. En dat is een enorme tijdbesparing. Ik heb mijn ene rondje weer gebreid en nu schakel ik over naar mijn werkgaren, want ik ga mijn tweede project breien. Met het werkgaren begin en eindig je altijd met een hele lange draad, omdat je die nodig hebt aan het eind om je tubus te sluiten of erop voor te beduren of wat je er ook mee gaat doen. En nu ga ik gewoon weer mijn patroon, wat het ook mogen worden, breien. En als ik daarmee klaar ben, dan ga ik weer wisselen. Mijn werkgaren, dat ga ik natuurlijk weer heel lang afknippen, want dat heb ik straks nodig. Je leert vanzelf hoeveel lengte je ongeveer nodig hebt, maar dat moet je zelf een beetje uitvogelen. In ieder geval een flinke lengte en dan schakel ik weer over naar die ene draad restgaren die straks mijn project scheidt van mijn restgaren. Nou, dat is weer één rondje. Alles gaat weer tussen de laatste en de eerste naald. Hè? Draadjes lang genoeg dat ze de tafel raken. En dan ga ik weer de tweede kleur restgaren een aantal rondes breien. Dat zorgt ervoor dat straks als we de boel splitsen, je werk niet uit elkaar valt. En je steken gewoon netjes verzekerd zijn en klaar voor verdere afwerking. Even lekker zitten breien. En dit is feitelijk hoe het werkt. Nou, ik hou deze tube met meerdere projecten voorgezien. Dus ik knip mijn restgaren af en ik ga hem ervan afdraaien door gewoon door te breien. Ik help mijn werk een beetje door de lusjes op de naalden naar beneden te duwen. En dan is je werk los van de molen. In deze tube heb ik 3 verschillende projecten gebreid. En die worden van elkaar gescheiden door restgaren. De begindraden zijn een beetje om een tube heen gedraaid. Dit is dus de tube. In deze tube heb ik 3 projecten gebreid. Deze rode, de paarse en de rode. En ik heb ieder project wordt gescheiden met 1 draad restgaren van de rest van het restgaren. En die 3 draden van je werk en het restgaren zitten allemaal netjes bij elkaar. Restgaren, 1 draad, project, 1 draad, restgaren. En dan 1 draad restgaren die scheidt het volgende project. Zie? Met restgaren en project en restgaren van het volgende project. Ik ga het zo meteen uit elkaar trekken en dan begrijp je het waarschijnlijk beter. Als je gaat splitsen moet je even opletten waar de begindraadjes van al die kleurwisselingen zitten. En aan de overkant daarvan ga je de draad verwijderen. Let op dat je de draad in het midden van de beide uiteinden restgaren pakt. Dus de middelste van die 3 toeren. En je trekt hem gewoon uit je project. En dan is deel 1 los van de tube. Je ziet dat je project zit netjes gevangen tussen het restgaren. En je ziet zelfs duidelijk de steken zitten voor de afwerking met de draad. Nou, dit is dan 1 projectje. Ga ik de volgende 2 projecten die ik heb ook weer van elkaar splitsen. Nou, je ziet ondertussen dat rood en paars zijn mijn projectkleuren. Het is allemaal gescheiden met 1 draad restgaren. En de middelste draad restgaren tussen 2 projecten in, die trek je eruit. En nou heb ik 3 projecten uit 1 tube van elkaar gescheiden. Kijk even goed naar hoe de tubes eruit zien, zodat je voor altijd weet hoe dat zit met dat ene draadje. En zo bespaar je jezelf een heleboel opzet- en afkantwerk. Als je dit leuk vond, geef me een duimpje omhoog. Abonneer je om niks te missen. En ik zeg toedeledokie, tot ziens!